Informatie van de Twitter-telescoop. Met de bevinding dat er hier voor sommige onderdelen een bijzondere vakman aan het werk geweest is, die heel speciale verbindingen gemaakt heeft, die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Waarschijnlijk in een periode dat hout kostbaarder was dan werkuren, want er zitten hier dingen in die niet normaal zijn. We zitten hier al bijvoorbeeld met, kijk eens hier, hier zit een plankje. Hè? En die plank, die hier verticaal gaat, die is niet gewoon plat op deze plank gemonteerd, die is met tandjes. Hier zitten tandjes. Dus deze plank, die loopt door tot hier, heeft eerst verder doorgelopen. En er zitten zelfs hele kleine spiekjes in, van 2 mm. Die verbinding die is zuiver als iets. Normaal gezien, als hij fouten gemaakt had, dan had hij hier moeten gleufjes zien. Hier van onder. Die zijn er niet. Dus de mens die dat hier gemaakt heeft, die heeft fameus goede tandverbindingen kunnen maken. Met mijzelf is dat geleden van op school, 45 jaar geleden. Dus, ik heb het dus eigenlijk zeer weinig gedaan en dan waren er nog zwaluwstaartjes. Tweede eigenaardigheid in vergelijking met die andere onderdelen. Dit is gemaakt van inlands hout. Dit is olm, de arme mensen eigenlijk, dat ze nu zeggen. Hij vroeger zei er, maar nu is dat al duurder dan ik zelf. Het is van een zeer goede kwaliteit, die is 100% plat gebleven. Dit hier is gemaakt van multiplex met een beukenlaag erop. In een periode dat beuken multiplex waarschijnlijk nog niet van het goedkoopste zal geweest zijn ook. Hier is er, zogezegd, op het eerste zicht een plank tussen gestoken voor de versteving. Maar dat is geen plank, dat zijn twee stukjes triplex. Hier eentje, en aan de andere kant eentje, van minder dan 3 mm dik. Hier zit een houten stukje in, een houten latje. Er zal er daar ook eentje zitten en hier ook. En die zijn met tand en groeven in elkaar gewerkt. En dan zit je hier, je ziet dat hier ook. Hetzelfde systeem voor zo'n klein stukje hout. Je zou zeggen, ik steek er een stukje multiplex in of ik steek er een stukje hardhout in of wat dan ook. Nee, twee triplexjes. Hier een houten latje, waarschijnlijk zo'n centimeter of 4-5 breed, maar je ziet de breedte hier ongeveer. En met een tandje in je gewerkt. De mens heeft er serieus een tijd aan afgedaan. Dus dat zijn dus een paar zeer eigenaardige zaken die hier gebeurd zijn. Het is wel stevig gemaakt, alles met boutjes tegen elkaar. He? Door twee mensen? Wat lief? Door twee mensen gemaakt? Of door twee mensen? Dit zal door één mens gemaakt zijn, door een hele bijzondere vakman. En dat andere stuk, dat hinder ligt, aan de andere kant, dat is gemaakt van tropisch gemaakt. Dat is volledig gemaakt, de tropisch goud, meer anti waarschijnlijk, maar er zijn er ook een paar soorten van. Alle verbindingen zijn gewoon plat af, afgezaagd, afgeschuurd, een vijs daarin en afgelopen. Wel sterk, maar die heeft er echt geen tijd niet aan afgedaan. Maar waarschijnlijk in de periode dat het goud al duurder werd dan de werkuren. Waarschijnlijk zit er ook een serieus tijdsverschil tussen die onderdelen ook. Zie je? Hier is zeer eenvoudig te werk gegaan. Gewoon rechtaf en tegenin. Maar waarschijnlijk wel, ofwel door een meubelmaker, ofwel door een modelmaker. Zo, door die ronde vormen, die kunnen niet eens door een schrijnwerker gedaan worden. Die heeft die machines niet om die rondingen hier te schuren. Die heeft misschien wel een lintzaag, maar dat die schuren, dan moet je dan een scheidschuurmachine hebben. En dat was meer voor modelmakers en meubelmakers. Deze stukken, vermoedelijk ook door iemand anders. Een derde persoon, omdat die ook verschillen van stijlen van houtsoort. Kijk, dat zijn hier allemaal bandjes die hier opgelijmd zijn. Waarschijnlijk wat ook in de periode dat de werkuur nog goedkoper waren. Die zijn hier langs hier opgenageld. Nu, in dag van vandaag, zouden ze zo'n dikke plank pakken op de draaibank zetten. Er een gluf, en dat hier een beetje uitdraaien, dat eruit draaien en afgelopen. Maar in die periode was dat precies zo evident niet. Dus dat is allemaal met segmentjes gedaan. Ja, waarschijnlijk ook door een andere persoon. Dit hier, die ijzerkens die erop staan, dat is een techniek die eigenlijk specifiek uit de modelmakerij komt. Dat is normaal gezien om dat stuk van hier te pakken, los door aan te trekken. Maar hier zitten er dus ijzerkens langs de twee kanten. Normaal gezien is dat dus, als dat stuk zo moet getrokken worden, draait je er een tiezen langs hier, tot hierin. En dan trekt je die plaat ergens uit. Dat is ook iets dat uit de modelmakerij stamt. Maar waarom dat hier in dit geval zo gebeurd is, ik zal het niet weten. Zo, dat was het. Ja.